Welkom bij deze screencast over de cosinus van 135 graden. Hoe gaat zoiets? Nou, we gaan eerst een eenheidscirkel tekenen. Assenstelsel. En dan hebben we hier een cirkel. Met lengte straal, lengte 1. Zo. We hebben hier 0 graden. 90, 180, 270 en 360. Hè? Nou, die 135 graden. Dat is natuurlijk 90 plus 45 graden. Dus als ik dat ga tekenen, dan moet ik zeg maar hier nog 5. Hier komt dan nog 45 graden bij op. En dan is die 135, is deze hoek. Zie je dat? Dat is 135 graden. Dus dat is de eerste stap. Kun je er een plaatje van maken? Nou, ja, dat kan dus. Nou, we zien dat de cosinus, hè, als ik hier zeg maar een rechthoekige driehoek van maak, en eigenlijk wil ik die er wel eventjes uit hebben. Dus ik haal die rechthoekige driehoek eruit. Zo. Dus even voor de... Dus deze hoek is 135 graden, hè. En dan voor het gemakkie... Dan is, dan moet deze hoek wel 45 zijn. Als die 90 is, ja, dan moet die ook 45 zijn. En dit is een lengte van 1. Nou, de cosinus is de aanliggende rechthoekzijde, dat is de horizontale. En de sinus is de verticale. Hè? Dus we zoeken dit stukje. Dit is de cosinus van 135 graden. Dus het eerste wat ik nu gedaan heb is... een tekeningetje gemaakt. En ik weet dat die naar links is. Oh, dus het is sowieso een min. Dus ik zie nu in het plaatje waar die cosinus zit. Oké, volgende vraag is, hoe groot is die? Nou, ik weet... laat ik even bij het begin beginnen. Kijk, die 45 graden, als ik hem zeg maar zo zou tekenen, in het eerste kwadrant, dus heb ik hier 45... x, ik weet het niet, x en 1. Wat ik wel weet is dat ik bij 45 evenveel naar rechts ga als omhoog. Dus als naar rechts x is, dan is omhoog ook x. En dan kan ik met de stelling van Pythagoras zeggen, x kwadraat plus x kwadraat is 1. Nou, ik heb 2 x kwadraten. Nou, 2 x kwadraat is 1. Links en rechts delen door 2. X kwadraat is een half. En dan kun je zeggen, ja, maar wacht eens even... Dan is de wortel van x kwadraat, is dan ook de wortel van een half. Zie je? Nou, de wortel van x kwadraat is x. En dan krijg ik hier wortel 1 gedeeld door wortel 2. Dat mag, hè? Is 1 gedeeld door wortel 2. Maar we zijn nooit zo blij met wortels in een noemer. En wat doen we dan? Zeg nou, weet je wat? Dan vermenigvuldig ik met wortel 2. Zo, hè? Want dit is het getalletje 1. En ik mag best iets met 1 vermenigvuldigen, want er gebeurt er helemaal niks. Nou, dan krijgen we 1 keer wortel 2. En hier staat wortel 2 keer wortel 2 is 2. Oftewel een half wortel 2. Zoiets, hè? Dus ik heb nu gezien dat dit stukje is een half wortel 2. Ja, die ook, maar daar zijn we niet in geïnteresseerd. Dus ik kan nu zeggen dat die cosinus is min een half wortel 2. Zie je dat? Want dat is datzelfde getalletje wat hier staat. Alleen let even op dat min, want hij gaat naar links. Dat betekent dat hij negatief is. Bedankt voor het kijken.